De Slam Academy. Hi, ik ben Jeff en ik sta in Amsterdam midden op de Wallen. En dit is de Slam Academy 2014. De Slam Academy is het opleidingstraject van Slam FM. 4 jonge studenten zijn door een strenge selectie gekomen en krijgen 4 weken lang masterclasses van bekende artiesten. Met vandaag niemand minder dan Lange Frans. Welke masterclass eigenlijk? Ik ga het hebben over de media. Dus nee. Eigenlijk ga ik 2 uur lang over jou ga ik het hebben. En over alles wat dat mag betekenen. Ik ga vooral vragen beantwoorden. En kijken wat hun media tactieken, technieken zijn. En kijken of we die een beetje bij kunnen schaven. Top, top. Ik kan me 1 incidentje herinneren. Eentje maar! Nog meer, maar okay, één, okay. Eentje voornamelijk eentje. Ja. Een aantal jaren geleden, het ijsblokjesincident. Ja. Hoe ben je daar toen ook alweer mee omgegaan? Hoe ben ik daar mee omgegaan? Eigenlijk niet heel bewust daarna. Het was niet dat we daarna een offensief hadden. Mm-hmm. Het viel ook niet zo heel veel te ontkennen. En dat ik die gozer wel echt een paar rare tik had gegeven. Dan kan je er geen spindokter meer bovenop zetten. Het was niet van, hey, ze waren aan het dansen samen of zo, weet je. Want het was een knuffel. Er was niks meer anders van te maken. Okay. Dus soms is het gewoon wat het is. En dan is eerlijkheid misschien wel de beste verdediging. Je kent Lange Frans natuurlijk niet alleen van het ijsblokjesincident. Met hits als Zinloos en Sing voor me is Frans een van de meest gerespecteerde rappers van Nederland. Ook zag je hem de afgelopen jaren in verschillende tv-programma's. En heeft Frans zelf al een aantal keren met de media te maken gehad. Er is mij gevraagd om jullie wat te vertellen over de media. Kijk, iedereen is natuurlijk al een soort van journalist. Iedereen kan filmen. Iedereen kan foto's maken. Als er ergens iets wordt geschreven op het internet, dus op YouTube of op een website, dan is er vaak de kans dat mensen er ook iets onder kunnen zetten. Dus eigenlijk wil ik de media zo groot maken als het eigenlijk iedereen die er actief aan meedoet. Dus het zijn niet meer alleen maar journalisten die voor de krant schrijven. Het zijn ook niet alleen maar mensen die bij de radio werken of bij de televisie. Dus eigenlijk iedereen doet daar actief in mee. Denk je dat als jullie morgen met z'n 4 een persbericht eruit brengen, dat jullie gaan 1.000 euro doneren aan de kinderboerderij in Apkoude. En daarmee hebben jullie de kinderboerderij gered. Ja, het is echt top. Het klinkt als een sprookje bijna. Denk je dat het makkelijker is om daar de media bij te halen? Of denk je dat de media sneller zou komen als jullie morgen met z'n 4 ergens een gigantische rel veroorzaken waarbij de mensen gewond raken en et cetera? En het wordt een heel drama. Ja, tweede. Ja. Drama. Media haast wel meer op negativiteit. Precies. Ik durf te wedden dat als zouden we 10.000 euro aan een kinderboerderij gaan geven morgen, dan komt er helemaal niemand kijken. En als wij nu de penthouse van een mooi hotel slopen, bij wijze van spreken, dan staan we overmorgen samen in alle kranten. En hoe tof ze je ook vinden en hoe tof ze je muziek ook zullen vinden, het zijn niet je vrienden. Ze kunnen aardige mensen zijn, ze kunnen doen alsof het aardige mensen zijn, het zijn niet je vrienden. Je hoeft ook niet wantrouwig te zijn. Je hoeft niet per definitie van tevoren iedereen. Je hebt elkaar nodig. Uiteindelijk moeten jullie zorgen voor het voer. Dan wel muzikaal, dan wel cultureel, dan wel in de privésferen, waardoor hun hun blaadjes vol kunnen schrijven. En uiteindelijk heb je ook wel hun nodig om te zorgen. Want ja, en op een gegeven moment denk je, het kan beter over mij gaan dan over iemand anders. En ik heb ook wel eens iemand, mijn schoonvader zegt altijd, ja, het is beter dat ze over je lullen dan dat ze van je vreden. Dus dat is ook wel een hele goeie. In de zin van, eigenlijk slechte publiciteit bestaat eigenlijk niet. Aan de andere kant, als het alleen maar slecht is, dan is het ook niet goed, zeg maar. Er zijn ook gewoon mensen die gewoon helemaal niks kunnen en die wel die media steeds weten op te zoeken, zeg maar. En weet je, iedere seconde die het over hun gaat, is een seconde dat het niet over jou gaat. En dat is wel gewoon zo. Uiteindelijk denk ik wel dat alles wat je doet valt of staat bij de kwaliteit die je levert. Punt. Ilias, wat heb je ervan opgestoken? Ja, hij heeft me veel geleerd, man. Vooral over de media. We hebben het over de media gehad. Ja, eigenlijk is het allemaal een beetje negatief. Van vertrouw niemand en ze willen je allemaal naaien. Dus dat is wat ik het vooral geleerd heb. Voor de rest heb ik veel met hem gepraat over classics en over vroeger. Ik bedoel, ja, hij is een held, man. Lange Frans is een held. Zo,
Sowieso. En jij, Joey, wat heb jij ervan opgestoken? Ja, veel man. Echt, het was eigenlijk totaal niet wat ik had verwacht. Ik denk, hij komt echt met schema's aan. En het was echt helemaal uit de losse pols. En ja, het was dope. Eigenlijk niet de vragen gesteld waarvan ik dacht ik ze zou stellen, maar eigenlijk een beter antwoord gekregen. Dus ja. Ja, ja, zeker, zeker. Volgende week een nieuwe editie met Rico. Later. The Slam Academy.